Dit is Papa Echo 1 Golf Charlie Bravo, PNGZB met de algemene oproep. Dit is Papa Echo 1 Golf Charlie Bravo, is nog iemand QRV? Waarom de fascinatie bij u vandaan voor het centamateurschap? We hebben beneden me heeft een centamateur gewoond. Dat was een directeur van de PTT. En daar heb ik ooit een zendertje van geleend. Daar mocht ik dan naar luisteren. Ik mocht niet zenden. En dat luisteren heeft me zo geboeid. CQ 4 meter, CQ 4 meter. Dit is Papa Echo 1 Golf Charlie Bravo. Hallo, CQ 4 meter. Zo begon Victor de Vries ruim 40 jaar geleden als centamateur. En inmiddels heeft hij een kamer vol met apparatuur. Ham radio saves life. De vraag is hoe lang hij dit nog kan doen. Want de 72-jarige Bussemer is slechter been als gevolg van ziekte. Mijn man heeft 15 jaar geleden een bloeddrukwegval gehad, waardoor hij linkszijde verlamd is. En het lopen voor hem steeds moeilijker wordt. En dat is een groot probleem, want Ellie en Victor wonen op de hoogste verdieping van een appartementencomplex met alleen een trap. Dat is een kriem. Dat is stapje voor stapje en trekt men de reling naar boven toe. En dan is het 18 treden in één keer naar boven toe. En dan moet ik even iets rusten. Dan kan ik nog 8 treden naar boven toe. En dan is het langer rusten. Als hij nog slechter wordt, dan kon het wel eens gebeuren dat hij ergens anders moet gaan wonen. En dan zit ik hier in mijn eentje. Ja, dat wil ik ook niet. Dus dat is ook geen oplossing. We willen gewoon samen blijven. Het echtpaar heeft daarom een traplift bij de gemeente aangevraagd. Maar die aanvraag is afgewezen omdat dat te veel zou kosten. Volgens de familie De Vries gaat het om 11.000 euro. De gemeente Gooisemeren zegt over de afwijzing het volgende. Als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om geld goed uit te geven. Dat mogen inwoners van ons verwachten. We maken dus ook de afweging of een uit te geven bedrag in verhouding staat tot het probleem dat ermee opgelost wordt. Uit het totaal van dit onderzoek blijkt dat het echtpaar er goed aan doet om te verhuizen naar een gelijkvloerse woning, op de begane grond of bereikbaar per lift. Als alternatief is Ellie en Victor wel een verhuisvergoeding en 9 appartementen aangeboden. Die woningen kunnen ze volgens hen echter niet betalen omdat de huur zeker 100 euro per maand hoger is. En daarnaast zou een verhuizing het vermoedelijke einde van de hobby van Victor betekenen. Op het balkon staat een hele hoge antenne. Als we die weg moeten halen en ergens anders moeten gaan wonen, kan hij zijn hobby niet meer uitoefenen. En ik ga zijn hobby niet afpakken, want dat is zijn ziel en zaligheid. Want hij praat met de hele wereld. Dit is Papa Echo 1 Golf Charlie Bravo. Ja, dit is Papa Alfa 9 Juliet Oscar Oscar. Zou u überhaupt zonder kunnen? Wat zou dat moeten. Ik word er niet blijer van. Ik weet dat er een moment komt dat het ophoudt, maar dat is het toch jammer. Uitzichtloos. We zitten eigenlijk klem. We kunnen geen kant op. En nu heb ik zoiets van, we wonen hier bijna 44 jaar. Laat ons dan maar oud worden hier. Of ik moet een 500.000 winnen of zo. Dan komt een gegarandeerde traplift. Bye bye. Roger, bye bye.